Welkom in Vechten met Moskowitz. Vandaag de gast Tim Oliehoek. Um, nou, we kennen hem wel, hè? Nederlands jongste talent ooit. Tim, was, was ik, ja. Was, ik was je, je ooit? Ben ik ben al 39 hoor. Maar dus, ja. uh, ja. nou, in makersjaren ben je nog steeds een piep uh, Ja, nee, dat uh, hoor ik graag. Hé, <laughs> hey, ik begin altijd uh, mijn uitzending met een column. En uh, ik heb er een voor jou geschreven. Oh, echt waar? Om jou in te leiden. Ja, oh, is Een de eerste korte column. column. Als 18-jarige werd hij bekend door zijn film Buy or Die. Dat verzekerde hem van een plekje op de Filmacademie. Al snel werd hij getipt als een hele grote. Met vet hart kwam hij pas echt aan in Nederland en gaf hij zijn visitekaartje af. Een echt on-Nederlands goede actiefilm waar onze eigen Dick Maas nog een Ernst aan kan zuigen. Met zijn jeugdige kopje maakte hij menig commercial, stond hij de grote polderacteurs aan te sturen, en daar worstelde hij zich dapper doorheen. Dat zal niet altijd makkelijk zijn geweest, Tim. Want het zijn soms ronduit verwende primadonna-actreutels. <laughs> um, maar nu ben je misschien wel de beste regisseur van gans het land. En in makersjaren ben je nog maar een piepkuiker. Dat zei ik net ook. Je zit hier bij mij aan tafel omdat ik stiekem vreselijk jaloers op je ben. En ik wil ook een prachtige dramaserie maken en films maken zoals jij. Waarom ben je zo fucking getalenteerd, Tim? Wat voor DNA heb jij dat in je bloed? Heeft je vader een gouden penis of zo? Ik wil ook, Tim. Wat is je geheim? Alle gekheid door een stokje. Tim, je bent het Nederlands grootste talent in mijn ogen. En daarom is het een eer dat ik je vandaag te gast mag hebben. En welkom. Nou, dankjewel Max. Ik ben <laughs> helemaal verlegen van. Hoe <laughs> moet je daar nou op zeggen? Ja, ja. Nou, ik, uh, ik heb het uh, met enthousiasme geschreven voor je. Ja. Hé hey, Tim, uh, zoals we dat in dit programma doen, uh, we hebben we een concept dat we het gesprek voeren. Uh, nou, met vier uh, drankjes. Hè. Ieder drankje leidt een nieuw thema in. Ja. Nu heb ik uh, prachtige uh, vrienden van, uh, van de show, zoals Brouwerij het Ei en uh, Jongens van Wilde Wijnen. Maar je drinkt helemaal niet meer. Nee, nee, dat klopt. nee, klopt. Nu drie jaar, dat was uh, deze week, drie jaar geleden, uh, gestopt met, uh, met drinken. En dat bevalt me prima. Ja. ja. Hoe Is dat nou? <laughs> Hoe is dat nou? Uh, nou, het is heel vreemd. Want voor mijn 18e dronk ik ook niet en had ik een prima leven. En het is een beetje als je ouder wordt en vrienden lid kennen, dan, dan sluipt dat erin. En het was al op een gegeven moment achteraf dat je denkt: eigenlijk dronk ik best wel veel. Dat was niet de reden dat ik ben gaan, gaan stoppen. Uh, ik moest een medicijn gaan slikken voor sarcoïdozen. Iets wat in je longen zit, wat je longfunctie uh, aanpakt. Ja. ja, nou ja, in ieder geval, dan, dan moet ik, uh, ik moest een medicijn slikken waar ik geen alcohol bij mocht drinken voor twee jaar. Dus in principe mag het wel, maar mijn leven is zo fijn en scherp, En uh, dat ik denk, nou, ik vind ik eigenlijk wel prima zo. Ja, nou, en ik uh, ben ook wel eens een keer een paar maanden helemaal uh, alcoholloos geweest. Hoe was en, dat? Ja, het is eng hoe helder je ben, dan bent ja. op een gegeven moment. En, en hoeveel energie je eigenlijk hebt en, en hoe scherp je kan zijn. Maar ja, ik kan gewoon niet zonder mijn drankje. Ja. Het is, het is gewoon... soms ook wel eenzaam, hè? Dat je, ja. dat je dan toch ja, je wordt gebeld door je vrienden: kom je en zo? En dan kom ik wel, maar dan op. Nou, nou, mijn nou, vrienden raakten echt in paniek gewoon. Hè? Die hadden zoiets van: ja, ik denk niet meer, maar je gaat toch wel mee uit? Ja, Ik ga wel mee uit. Maar, ja, en dan, dan worden ze maar heel je wil wel snel weg, want je komt niet in diezelfde bubbel. En, uh, en dan denk je, nou ja, dan ga ik maar gewoon. En dan gaan ze heel stom praten tegen je. En denk je uh. Maar je was ook gewoon zo. En, uh, ja. Uh, Die lam lul. <laughs> Maar Ik krijg er ook heel veel voor terug. Dus uh, ik laat het nog maar even zo. Hé, uh... hey, uh, maar omdat wij geen vier biertjes of vier wijntjes gaan drinken, gaan we vier spaatjes rood drinken. Ja. Hoeveel procent is dat? Nou, de, de manier waarop we het meestal opbouwen met eibier is namelijk uh, van licht naar zwaar. Ah. He, dus we beginnen met een uh, bierie, dat is het uh, lichte zomerbiertje. En uh, vaak gaan we dan even naar een, uh, een, een wit biertje. En dan uh, komt de IPA. En dan heb je daarna de, de Struis. Ja. En uh, ja, de struis, dat is een... Uh, ja, die is veel ja. Ja. ja Dit ja. was ook het sponsormoment dan. <laughs> ja, <laughs> ja dat, heb, dat ging heel organisch ja, ineens. Ja. Nou, even een greep uit oh, ja, wat werk dat je hebt gedaan. Uh, je werd heel bekend, of je ja, heel bekend, je was heel jong toen je Buy or Die maakte. maakte. 18 jaar hè? Ja, dat was een film, uh, daar begon ik mee toen ik 15 was, als, als, als puber. En ik wilde heel graag soort James Bond-achtige films maken. En dan uh, heb ik een script geschreven. Het was eigenlijk al mijn derde. Mijn derde film, maar dat was een film waar ik echt ging uitpakken met enorme auto-stunts. En uh, met mijn hele dorp, het dorp Stompwijk van 2500 inwoners. ze deden allemaal mee: figuratie en achtervolgingen, banken overvallen. Dus daar, daar heb ik toen bijna drie jaar over gedaan. En uh, uh, dat, dat kwam toen nou, in de pers van als een, een aap die een speelfilm maakt. En dat werd uh, gezien als iets, als iets leuks. En toen moest ik nog aanmelding doen bij de, bij de Filmacademie. En toen stond ik heel groot in de, in de telegraaf. En toen kwam ik bij koffietijd bij Hans van Willigenburg. En toen moest ik mijn aanmelding doen bij de filmacademie. En Toen hing dat telegraafartikel op het prikbord daar. Nee. Ja, terwijl ik daar nog uh, op school moest komen. Dus ik was echt. Oh. Ja. <laughs> daar dacht je van. Nou, Oké, okay, that's it, Ik'm in. Nee, nou ja. Ik, ik was er wel zenuwachtiger voor het interview bij koffietijd. dan het intekengesprek op de filmacademie. Dat, ja, dat omdat koffietijd was met camera's en zo. En dan kwam je op tv. Dat vond ik heel spannend. En ik had eigenlijk helemaal besefte eigenlijk niet wat, hoe belangrijk het was dat je werd aangenomen op de filmacademie. Dat is natuurlijk wel ja, uh, het pad wat je, wat je wil gaan be uh, bewandelen. Ja, ja. Um, je zei net, ik kom uit Stompwijk. Ja. Uh, hoe was het om daar op te groeien? Hoe was jij als kind? Uh, nou, ik, ik was wel een kind die, uh, als ik iets wilde, dan uh, uh, riep ik dat. En ik, ik vroeg aan allerlei mensen van, uh, heb je nog... Uh, een mooie locatie of iets wat in de fik uh, konden steken. Dus ik was niet uh, van het afwachten, maar gewoon echt gewoon doen. En volgens mij, volgens me, mijn ouders, uh, op een leuke manier ook wel lastig. Want uh, ja, ik, ik, ja, ik wilde alles. Weet je? De camera meepakken die van mijn vader was. Woud die, die was je de, de, toen je de camera pakte? Twaalf, denk ik. Ja, Toen hadden we hem ook net. En ik wilde daar gewoon mee, uh, mee, mee filmen, omdat ik uh, uh, eigenlijk acteur wilde worden. En dan, en dan ga je filmpjes maken zodat je zelf uh, ergens in kon spelen. En toen merkte ik zelf dat doordat je je shot neerzet, uh, dat je een illusie kan neerzetten waar je je tante of je oom mee uh, voor de gek houdt. Dat je gevecht begon, altijd knokpartijen en, uh, het, en zonder verhaal. En dat je dat dan liet zien aan je ouders uh, en aan je tante. En, en dan zei oh, wow, wat gebeurt er? Ben je niet gewond geraakt? Ja, dus ah, ze trapte erin of zo en dat gaf me een kick dan ga je verder en zo en dan uh, James Bond films analyseren dat je ja, die oude VHS band beeldje voor beeldje en denk oh ja als ik die las zo doe dan ah oh, zo hebben ze dat gedaan hoe monteerde jij dan uh, hoe had je dat Analoog. In... ja met een ik had dan een zo'n kabeltje die je dan uh, aan, je, aan je VS je VHS en dan kon je frame nauwkeurig monteren dus harde lassen en dan had je nog één spoor over voor een muziekje of een, een punchgeluid punch geluid van een twee slippers en dan maak ik een geluid van en dan gewoon Eigenlijk gewoon maar, maar uh, doen. Ja, het, het is echt, uh, als ik nu zie wat de kids van tegenwoordig nu tot hun beschikking hebben, ja. digitaal. en. Qua... Oh, Daar dan ben ik wel eens jaloers op hoor. Ja, maar aan de andere kant, dan moet je echt goed zijn, want het gaat uiteindelijk altijd. Wat je, wat je doet, het gaat om het kopje en het creativiteit. En het verhaal. Ja. Iedereen denkt van ja, nou, nu heb ik de spullen dus dan kan ik een film maken. Maar dat is natuurlijk niet waar. Mm -mm. Jij zei, ik wil de acteur worden eerst. Ja, wat, wat, wat is daarmee gebeurd? Heb je daar nog ooit als, als jonge man stappen daarin ondernomen? Nee, nou ja, ik, ik, ik ontdekte wel snel dat ik, dat ik niet zo'n hele goede acteur was. Dus en dat, uh... Ik heb het gevoel. <laughs> <laughs> je hebt ook geacteerd, dat is dat verteld. Ja. Ja. En dat moet je gewoon maar uh, ja, accepteren. En, dan, uh, en, en het regisseren is ook veel leuker. En, en, en acteren is echt, echt een vak. Dat, 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 uh, ik heb met best wel hele fijne acteurs gewerkt. En dan sta ik echt met mijn mond open te kijken waar ze het vandaan halen. Ja, kun je. Kun je als je even een soort van uh, uit de losse pols een top 3 zou mogen noemen in Nederland. Uh, Waarmee ik gewerkt heb. heb, heb Wie heeft je echt weggeblazen? Jack Wouters, uh, ja, vet hart was mijn, was mijn allereerste. En uh, als ik hem tegenkom, dan ben ik nog steeds uh, verliefd op hem. Dat is gewoon, die heeft mijn hart gestolen en ik zie hem soms jaren niet. En, daar dat, dat kan niks tussen komen. Dat, en ik hoop ooit nog eens een keer een hele grote, fijne film met hem te maken. Uh, die heeft met, ja, uh, Guy Clemens, uh, van ja. De Zaak Mente zat in, die heeft... Die, wat ik echt uh, een van de beste series uh, ooit vind. In ja, Europa. dat was wel een leer om te doen. Maar dat is... Het, het is uh, Guy heeft iets, als je naar hem kijkt, dat je... Je identificeert je heel erg met hem. Hij heeft een fijne... Beetje onhandige motoriek het een... het speelt heel natuurlijk, ja. En hij, hij doet het niet. En hij beheerst ook alle facetten van het film maken dus Hij weet, waar die lens staat dus hij weet precies, ja, wat, wat, het, wat het inhoudt. Dat je camera acteren is toch ook weer wat anders dan nu. Moet ik wel eerlijk zeggen dat uh, eigenlijk dat dat die pas op mijn vizier is gekomen door, door de zaak. Menten mm -hmm. daarvoor heb ik hem, uh, ja, ik weet niet, ik kende hem gewoon niet, maar ja, de, de lubbers gedaan, doet heel veel uh, theater ja. en uh, uh, maar nu, nu zie je hem best wel vaak, toch? Maar komt er nu binnenkort ook weer een nieuwe romcom uit met hem? En uh, ja. Dus, uh, ja, daar heb ik me op. Oké. Okay. Um, wat ik me ook afvroeg, hè? dus je was al heel jong bezig met uh, zelf films maken, creatief zijn, verhaaltjes schrijven. Maar uh, wat heeft je gedreven? Wie waren je voorbeelden? Wat heeft eigenlijk je geïnspireerd ge gemaakt uh, waardoor je je zo hebt ontwikkeld als kind? Uh, nou, het begon eigenlijk wel gewoon met mensen dus voor de gekken houden. Dat dat me een kick gaf. Uh, het waren de James Bond films die ik uh, super cool vond. Omdat het een soort van, nou ja, je zet het aan. En het is meteen een soort van, nou ja, je, je ontsnapt van de realiteit. En je mag James Bond zijn. Mooie auto's, avontuur. Alles is te gek. En uh, dat, dat vond, vond ik uh, fantastisch. Maar het is meer later dat je, als je erin gaat verdiepen... Wat, wat makers als Robert Zemeckis uh, bijvoorbeeld kan, uh, de maker van uh, Force Gump en Back to the Future. Is een man die zo'n beetje elk genre aan kan. Natuurlijk, Steven Spielberg Dat is natuurlijk gewoon wel de, de, de meester als je cinders List kan maken. En een E.T. Dat, dat zijn to twee totaal verschillende uitersten, maar hij doet dat uh, geweldig. Maar ook echt de oudere uh, filmmakers, uh, Alfred Hitchcock, de. de de, de man die uh, eigenlijk de technieken heeft uitgevonden, ja, is de Godfather. Ja, ja. Weet je, de close en de totale, nu is het allemaal vanzelfsprekend. Maar hij was degene die ook wel bedacht van, als ik nou een close draai en wat hij dan ziet of zij... een point of view en je, en je snijdt het naar elkaar, dat de kijker denkt van, oké, okay, dus dat ziet hij. En als je de point of view vervangt met een andere point of view, uh, maar de close hetzelfde haalt. dan is de emotie veranderd terwijl de acteur het, hetzelfde doet. Dus in, door techniek kun je een emotie vertellen en natuurlijk met suspense, suspense natuurlijk. ja ja. Ja, de, ja de klassieke Hitchcock suspense ja zei natuurlijk de close-ups met het mes en de, de actrice. en die ziet eigenlijk helemaal niks maar door snelle shot en muziek st strings achter elkaar te zetten ja wek je een soort illusie op en zo en, ja, en, en dat 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 uh, fascineert me maar het is midden de laatste jaren heeft het want ik heb het nu eigenlijk best wel over technieken is is het meer uh, zijn het meer de verhalen die me meer interesseren, want de technieken: ik heb het gevoel dat ik dat beheers nou, en dat, dat heb ik met je gemeen. Ja, ik ben nu inderdaad ook veel meer uh, geïnteresseerd in het, in het verhaal. En vroeger was het inderdaad uh, geluidje, beeldje en ja, dan, uh, dat vond ik. Dan, dat ja. is een techniek, maar het, Maar heeft misschien ook uh, te maken met, met ouder worden. Toch? Wij zijn exact dezelfde leeftijd, is ik dat heb... ja? Ja, ik ben van december 78. Jij, uh, oh nee, ja, februari uh, 79. Ze oh, zijn ja. nog ouder ook. Wel confronterend hoor. Ja, uh. Is er ook iemand of iets of iemand die die invloed heeft gehad op, uh, vroeger op wat je vandaag uh, doet? Is er iemand die dat heeft gestimuleerd of getriggerd in jou? Iemand die ik ken? Of, uh... Misschien je ouders? Nou misschien, uh... nee, ja, sowieso. Met mijn, uh, mijn ouders. Uh... Ja, die hebben me wel enorm uh, ge, ge, gesteund. Hoe, 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 hoe zijn jouw ouders? Wat voor ouders heb, je, heb jij? Uh, mijn, uh, mijn moeder leeft niet meer. Ze is, is overleden in 1986. Maar kwam eigenlijk best wel snel een, 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 een nieuwe moeder. Ik noem haar ook mijn kunstmoeder. Uh, Marga. En mijn vader uh, Frans. Uh, ja, die hebben me heel erg vrijgelaten. En uh, ook wel uh, gestimuleerd om, om lekker uit te pakken. Wie laat zijn kind nou met een peperdure camera... Het dorp ingaan de mensen zeiden je ben gek waarom doe je dat en uh, maar zij 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 deden dat en, en hielpen me ook als ik een locatie nodig had en dan ook oh, ik ken wel die of die en uh, het allermooiste cadeau wat ze hebben me gegeven bij die film van buy or die in 1997 was die afhak drie jaar aan die film ge gewerkt toen hebben ze me een première cadeau uh, gedaan ze hebben een première ah. gemaakt in een kas was dat en dan kwamen er 1100 mensen uit het dorp en heel veel publiciteit en zo. En hadden zij dat georganiseerd. Dat nou, was echt. Uh, nou ja, dat is. Dat, dat is, nou, dat is het wel heel ja. En ze zijn mijn allergrootste fans nog steeds. Ja. 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 Dus die komen naar iedere première. Ja. Ik zeg ze ook altijd als ik een bioscoopfilm maak uh, op de aftiteling met dank aan. Uh, ook al doen ze, doen ze niks, maar ze, ja, ik ben ze gewoon nog steeds heel heel dankbaar. Ja. ja. Ja, ik zie dat je, dat je ook wel wat doet hè, als je eraan denkt. Ja, nee, ja, het, is, het, het is heel vreemd dat altijd, als je iets maakt, dat je dan toch uh, bezig bent met wat vinden je ouders ervan? Toch, dat, dat vind ik dan nog steeds. Daar wel... denk je echt nog aan, wat zou ja. papa vinden van? Ja, ja. Maar dat, dat is iets waar jij ook wel mee, toch mee bezig bent. Wat, dingen die jij. Maakt, Ik heb een film over mijn vader ja. gemaakt. Ik heb het gezien, ja. Nee, maar dan, gaat het, dan is het toch, je bent toch heel wat bezig met of waar je vandaan komt of dat je ouders vinden nog steeds. Dat is een soort toch een, ja, een, een, een basis waar je op terugvalt. Zo. Ja. Ik denk dat er ook een enorme omslag komt als dat weg zou vallen. Dat, dan, dat lijkt me heel vreemd. vreemd. Denk je wel eens aan, aan je, 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 je echte moeder? Dat, dat ze ja. dat ook wel had mogen zien of dat dat ook wel mooi zou zijn geweest? Ik denk, ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb haar niet heel goed gekend. Want het was uh, uh, eigenlijk altijd, altijd wel als ziek, zat ALS. Dat was toen nog helemaal onbekend. Dus ik, heb, ik ken haar eigenlijk alleen maar toen ze heel, heel ziek, ziek was. Maar uh, de, van de foto's is een hele prachtige, mooie vrouw met een uh, enorme, aanstekelijke glimlach. Uh, maar ik weet niet hoe de dingen zouden zijn gelopen als, als, uh, als mijn kunstmoeder er niet was of zo. Dan was het misschien een andere energie. Of, uh, maar mijn echte moeder zou ongelooflijk trots zijn. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Zeker ja. mijn vader ook al. Ja. Dat weet ik ook zeker, Tim. Want nou, ja, Moet je eens kijken nog... wat je allemaal hebt gedaan, man. Wat, nee, ja, wat En vooral wat we, nog, wat, wat, wat we nog willen doen. Wat we <laughs> nog gaan doen, ja, precies. We zijn in het makersjaren ben je nog gewoon heel jong ook, hè? Ja. Uh, jij kwam op de filmacademie. Wat, wat konden ze jou daar eigenlijk nog leren, vraag ik me af. Nou, heel veel. Ja, Want, toch wel? Oh, ja, ja. Ja. Nee, ja, omdat je... Eigenwijs jochie en, en, en denkt van ik doe alles zelf. En uh, wat ik deed, uh, montage, camera, regie, productie en zo. Dat deed je allemaal zelf. En als je dan op de filmacademie komt, leer je eigenlijk wat, wat al die departementen inhoudt. De departementen die ik net op opnoem. Hoe het is om met een, uh, een art director te werken of uh, met een cameraman. Dat je niet die cameraman pakt, maar dat je met elkaar gaat communiceren. Dat je elkaar... Uh, uh, enthousiast maakt uh, en, en, en motiveert om dingen te gaan doen. En dat is natuurlijk ook wat, wat je als regisseur doet, dat je maakt ook gebruik van het talent van al die departementen. Dus dan moet je ze enthousiast maken, triggeren en ervoor en, en, en zorgen dat zij met die geweldige ideeën komen ook, die jij mag gebruiken. En oh ja, dat idee is wel goed, maar dat gebruik ik niet, want dat had ik niet in mijn hoofd en, um, en dat heb ik wel op de, op de filmacademie geleerd. En, nou ja, ik, ik heb ooit eens een keer een workshop gehad van Ben, van ben Zuidwijk. Ja. Zuiderwijk. Zuidwijk, Zuidwijk, Zuidwijk. Um, en dat heeft heel veel indruk op me gemaakt, hoor. Want dat is echt een art department. Ja. En het is, nou, als ik niet was gaan doen wat ik nu deed, dan, dan had ik dat misschien ook nog wel leuk gevonden. Oké. Okay. Denk ik. Maar als je denkt aan bijvoorbeeld films zoals uh, Jeunet, hè? Ja. Uh, een long Dimanche fiancé, ooit wel eens gezien? Nee. Amélie heb je wel gezien. Ja. Okay. Heb je wel gezien. Maar de, de, de follow-up film, uh, uh, Long Dimanche Fiancé. Ik, ik krijg het bijna je strot niet uit als Hollander. Maar uh, dat gaat over uh, een, 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 een periode in de Eerste Wereldoorlog. En dat heeft hij zo gedetailleerd uitgezet qua art department. Dat is enorm indrukwekkend. Hoe belangrijk is Art department in jouw films? En, en, uh... Nou ja, goed. Ik, ik vind dat uh, Emeline bijvoorbeeld wel uh, vond ik fantastisch. Maar dat is natuurlijk wel heel erg wat. Een film die heel erg uh, uh, rust op, op, het, op de vorm, toch? Dus, uh, daar je, iedereen heeft het over de vorm van Amélie, over die mooie geelse uh, tinten en uh, ik vind niet dat het... Uh, ik ben niet een regisseur waarbij het art department moet overheersen, waar, waar je heel tijd naar... Oh, dat is mooi gemaakt. Je moet, je moet naar een, een, een film kijken en daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Dat moet je, moet je vergeten. Uh, maar het, het ligt een beetje aan wat voor soort film uh, je, je gaat maken. Want soms is het ook leuk om de realiteiten heel erg op te tillen, dat je dus een eigen wereld creëert en dat je de afspraken maakt met het publiek van wel, van dat mag wel, dat mag niet. En dan, dan, dan kan je de vorm iets meer laten overheersen. Uh, nou bijvoorbeeld bij de de, de zaak Mente is, het ook, uh, ja, dan is dan werkt het bijna als een soort tijdmachine. Dat moet ook, want dat moet ook kloppen. Maar het moet ook weer niet te ouderwets aanvoelen. Dus dan ga je met je productie design iets maar daar gezinnen. heb je inderdaad ook, ook wel hele duidelijke keuzes gemaakt qua sfeer. Hè? Dus ja. het beeld is wat groenig. Ja, hè? Het, het, het wat somber sober. Ja, dan ga je een uh, palet uitkiezen van naar welke kleuren, tinten. Want het speelde zich af in de jaren zeventig. Maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus dan wil je eigenlijk een soort contrast maken tussen die twee tijdsbeelden. En dan ga je ja, ook met je make-up en je camera en de kleding. En production design ga je een soort palet bedenken. Van, nou ja, waar, welke kleur, uh, kleuren kleurenreins gaan we blijven we binnen en, en daar houden we ons met z'n allen echt heel st strikt aan en dan zie je uiteindelijk in Dresden staat... hey het hoort allemaal bij elkaar en dan komt als laatste de grading er nog over en dan valt alles helemaal zo mooi 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 samen dat is heel fijn. zie je er gewoon nog van genieten ja maar het is fijn als 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 je iets bedenkt en en het uh, en je ziet het op beeld denk ik, ah ja dat uh, dat heeft, heeft uh, gewerkt en dat is uh, nou ja, waar waar ik het net over had al die departementen die uh, die met elkaar die, dat verhaal moeten vertellen. Ja. Nou, ik, ik, ik ken de feeling wel. Ik had het bijvoorbeeld heel erg met uh, de muziek van mijn documentaire. Ja. Dat was heel belangrijk. Het was een, uh, uh, een, een soort van melodie die mijn vader voor mij speelde als kind op de piano. Maar het was een geïmproviseerde melodie. Maar ik wilde dat, dat de theme van de film zou worden. En toen wow. heb ik een of andere briljante jongen ontdekt, dat is Thomas Kalksma, props. Die uh, heeft dat kunnen arrangeren in, in uh, intenties. En dat werkte zo fucking goed. Ja, was om... de motor van je, van je film werd dat. Ja, maar het mooie is dus dat het ook iets persoonlijks was. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat was dat een goede. Nou, als je dat kan vinden, want natuurlijk het publiek die heeft daar eigenlijk helemaal geen boodschap aan. Dat het persoonlijk is mooi voor jou, maar het moet iets doen met het publiek. Toch? Ja, maar vind jij niet dat, dat als jij er niet uh, je hart en ziel in steekt, dat het dan ook niet overkomt? Nee, ja, nee, tuurlijk. Nee, dat, moet, dat moet kloppen. Maar je zit er niet ook in het... een klein beetje, Tim, in alles wat je maakt. Ik bedoel. Zeker, ja. ja maar het, moet, het is vooral dienstbaar aan het verhaal wat je, wat je moet vertellen. Elk uh, schakeltje in een scène heeft, heeft een functie om, om, om een bepaald gevoel uh, neer te zetten. Maar ook om het verhaal verder te, te, te brengen. Het, uh, en herkennen, uh, dat is iets wat persoonlijk is. Maar dat kan, dat kan met muziek natuurlijk ook fantastisch. Uh, als je een tijdsbeeld wil neerzetten. Als je iets herkent. Jij uh, verklapt aan mij dat jij een guilty pleasure hebt, Tim. Ja, 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 ja maar dat is even meer we, gewoon. We hebben het over muziek, muziek. hè? Ja. Ja. ja, guilty Maar het heeft ook weer gewoon met vet hart te maken. Jij had het over guilty pleasure dingen. Ja, dat moet gewoon. Una Paloma Blanca van George Baker zijn. Top. Nou jongens, uh, daar gaan we even naar luisteren. Want we gaan natuurlijk dan ook draaien. Tim, dat begrijp ja. je natuurlijk ook wel. Heerlijk, zin in. Tim Olihoeks, Guilty Pleasure, Una Paloma Blanca. En ik ga weer een spaartje in de, uh, schenken. Want we moeten naar het tweede drankje. Ah. Wat ik interessant vind. We hadden het inderdaad over uh, een stukje van jezelf uh, in, je, in je films leggen. Of in je series. Is kwetsbaarheid uh, belangrijk voor jou in, uh, in je films of in je series? Uh, ja, nee, ik vind het heel interessant als. Uh, ik vind het belangrijk dat, dat mensen uh, houden van het hoofdpersonage. Ook als ze hele slechte dingen doen. Uh, dus daar zoek ik altijd wel naar. Dus dan moeten ze ook een kwetsbaar kantje hebben, zoals uh, nou ja, Jack Wouters was in Vet Hart. Uh, was onzeker over zijn gewicht. En die zegt heel van ik ben niet dik. En, 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 en later schieten we iemand neer. Dus dat is heel, uh, heel fijn. Maar bijvoorbeeld bij Pizza Mafia had je een, een Marokkaanse jongen. Die zijn eigen dromen heeft, uh, maar van zijn ouders een andere taak krijgt aangewezen. En dat staat natuurlijk haaks op datgene wat hij zelf wil. Het heel mooi is gespeeld door Ilias Oja. Uh, een acteur die wat mij betreft vaker uh, gezien mag worden. Die zie ik te weinig. En in uh, elke uh, film zoek ik iets. Uh, en, en, en de zaak Mente was, Guy Clemens liep in die, in die, op die redactie van de Telegraaf. En dat is een soort mannenwereld, macho wereld, roken, drinkend en indruk willen maken. Maar uh, hij speelt uh, handsknopen en die, wat, 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 ja, die past niet in die, die, die testosteronwereld en zo. En dat een maakt klein hem dan Joods kwetsbaar met een brilletje. Ja, ja, ja nee, ja. maar dat, dat uh, en dat, dat maakt hem kwetsbaar. En en dan ga je van hem houden. Ik denk als mensen de kwetsbaarheid zien van iemand, uh, ongeacht wat hij doet. Dan, dan krijg je identificatie, want dat, dat, dat spiegelt of dat herken hoe werkt je. Dat, hoe werkt dat als uh, regisseur? Um, je hebt natuurlijk enorme persoonlijkheden die je moet regisseren, hè? De, ja. de acteurs. Moet jij soms ook zelf met je billen bloot naar die acteurs toe? Moet jij je als regisseur ook wel eens kwetsbaar opstellen? Of nou, het is wel je... fijn dat je, dat je iets kan pakken uit het verleden... of iets wat je zelf hebt meegemaakt, wat persoonlijk is... dat je dat dan vertelt aan een acteur of actrice... Ah, ja, ja. En dat je dan uh, daardoor een band creëert. Want die moet. Het is natuurlijk ook heel ook als acteur uh, dat je je kwetsbaar moet op, opstellen. En dat het, dat het gebaseerd is op vertrouwen. En dat dat moet ontstaan op, op, op de set. Uh... Is het wel eens niet gelukt? Dat je dat je niet kon vinden met een acteur. En dat dat dan uh, misschien een beetje ja, een, 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 een film heeft verpest of een serie. Of, of een serie. Ja, nee, er zijn wel series die ik gedaan heb. Uh, waarvan ik dacht van nou ja ik ben blij dat het over is maar als ik dit en dat en dat doe dan, dan heb ik het in de montage en dan, en dan zie je uiteindelijk in de montage een heel kwetsbaar iemand maar die heeft dat nooit zo ervaren op de set uh, maar dat is iets wat je dan wel terugziet het gaat uiteindelijk uit, uit, voor de gek een beetje ja maar precies maar ja een, een, <laughs> uh, een, een moordenaar is in het echt natuurlijk ook niet een moordenaar maar op beeld is het een moordenaar dus dat is de illusie van van film dus ja. dat is, het is allemaal liegen, natuurlijk. Ja. Heb je heb je wel eens uh, doodongelukkig gevoeld uh, in een project? <laughs> zelden, zelden. Nee. Het meer achteraf. Het was. Uh, nou ja, Spion van Oranje was voor mij een hele harde, uh, harde les ook. Wat, 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 wat gebeurde daar? Nou ja, het was, wat, dat was uh, een, 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 mijn tweede film. En toen de verwachtingen waren heel. Uh, ja, je had het hard gaat, natuurlijk ja. gemaakt. Ja. 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 En uh, wat, wat gaat hij nu doen? Toen heb ik heel erg enorm van de daken geschilderd met een, uh, een, een, uh, een comedy uh, die totaal over de top is. En met, met, met uh, Paul de Leeuw en Najiba Mali en allemaal bekende mensen. En, en dan ging ik gewoon wel uh, te, te, te ver. Uh, en, maar, en daar heb ik me ook wel heel alleen gevoeld toen het afgelopen was. En toen ik die bak strond over me heen kreeg. Of de film. En dat werd De recensies. Ja. ja. En dat... Uh, en uh, uh, was, was ik heel alleen, vond ik. Dat heeft me wel geraakt. Was je bang dat, dat het een career ending uh, ja, excuus ja, excu excu ja, was? Ja, dat het klaar was, ja. Uh, en ik was wel iemand die dan uh, een tijdje thuis met de gordijnen dicht. En uh, vond ik wel een hele heftige, uh, ja, eenzame tijd. En daar ben, ik wel, daar ben ik echt wel uit nu. En dat, dat, maar dat heeft wel echt wel geduurd. Want met Pizza Mafia kwam daarna... En dat, dat was een oké okay film, maar niet een geweldige film. Chenoux kwam daar, kreeg hele goede recensies, maar er ging geen hond toe, Nog geen, maar voor mij, 90.000. Uh, wat uh, ook niet heel slecht, maar dat is gewoon niet goed genoeg. Uh, Wippla, was mijn eerste uh, goede recensies en 300.000. En toen kreeg ik weer een beetje zo, oké, okay, nou ja, ja, het gaat al wel weer goed. En, uh, dat is nog vrij recentelijk, hè? Wibblala. Ja, en uh, het was eigenlijk, de, nou, nou, de zaak Mente heeft voor mij heel veel. Uh, Veranderd. En het geheime dagboek van Henrik Groen, dat was uh, ook weer een... een, een ja, je zit nu wel studie. echt in een, een enorme winning streak. Ja. Uh, <laughs> maar weet je, doordat je ook al die shit hebt beleefd en, en stront over je heen hebt gekregen, weet je ook van, uh, ja, het kan zo ook weer fout gaan. Ja, dus vond... het relativeert allemaal heel erg. Ja. Hè? Dus het is dus, dus ook een hele wij, wijze les. Ja, en ik, 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 ken het, ik ben ook een struikelaar, weet je wel. Het, het, het ja. pieken en dalen. Maar ik le leer toch echt het meest van uh, mijn, 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 mijn falen. Ja. Hè? Uh, en en het, het wapentje, het hartje een beetje. Ja, Nee, absoluut. Ja, het is alleen een net iets te dure hobby, <laughs> dat het niet <laughs> ja. te vaak mag gebeuren. <laughs> ja. Ja. Nee, dat is inderdaad in ons vakgebied niet handig. Nee. Um, maar um, je zit nu wel echt, uh, inderdaad, wat ik al zei. Uh, je, je levert het een en na het andere prachtige project af. Um, zijn er nieuwe dingen die je nu uh, uh, gaande hebt? Uh, ja, nee, ik ben al een tijdje bezig met de makers van de, de zaak Mint met een nieuw uh, een, een vierluik. De zaak Mint was een drie luik, dit is een vierluik. En het gaat over uh, Stanley Hillis. Uh, de boef. De boef, de Haagse boef. die Echt in Amsterdam. True story. Uh, ja, weer een waar gebeurd verhaal. Uh, en het is een fascinerend verhaal. omdat het een, een, um, een boef is. toch met een. Uh, nou, als je alles leest over Stanley Hadden. dan zeg je, ja, maar die oude. want ze noemen de oude, de koude oude. Die was anders. Weet je. En uh, je leest allemaal verhalen dat hij, weet je, uit, hij begon als een bankovervaller. En, uh, en dan gaat hij de mensen in de bank gaat hij dan geruststellen. Van, ja, het komt wel goed, gewoon het geld. En als hij aan het afpersen is, dan uh, is hij de hoordeur aan het maken van diegene die hij afperst. Dus er zit allemaal met een soort dubbel, dubbel kantje in. En het legendarische interview bij uh, Sonja in 1985, waar heel Nederland en alle autoriteiten uh, hem zochten. Uh, hij zat daar in die uitzending. Met de pruik en dus de zonder ja. Ik ken het uh, fragment. Ja, en dat is weer zo'n... Uh, uh, daar, daar zie je eigenlijk het motetje van, van Stanley Hillis. De autoriteiten te slim af zijn. En dat is een thema die we met uh, de, de schrijver en de, de producent... Kaije Wolfers, geweldig producent. Uh, zijn, we, zijn we gaan zoeken naar iets wat hem drijft. En dat is eigenlijk de autoriteiten de hele tijd te slim af zijn. En dat, dat is iets wat je, wat je elke keer uh, terug ziet politie zoekt hem, maar hij is te slim af, hij uh, komt in de in, in, uh, gevangenis terecht en hij ontsnapt elke keer weer. En de IRT-affaire, waar het grotendeels over gaat, dat is natuurlijk uh, uh, de manier waarop hij heel rijk is geworden. Maar het had precies door welke containers erdoor uh, werden gelaten en hij stopte ze vol met, uh, met allerlei uh, middelen, ja, precies, <laughs> waar hij nog rijker van werd. Ja, ja. Ja. En hij is natuurlijk op een hele bizarre manier uh, geliquideerd, ja, hè? mysterieuze uh, manier. Maar volgens het... mij gewoon echt onder het oog van de politie ja, die, die daar met een boedelbak ja. in Amsterdam Oost, echt een paar meter daarnaast, stonden ze daar uh, uh, af te luisteren. Zaten ja. ze, weet, ze? Zaten ze in dat boedelbakje? En uh, toen is hij, uh, ja, begin 2011, is hij, is hij uh, 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 ja, neergeschoten. Ja. Helemaal, helemaal niet lang geleden. Nee, nee helemaal niet lang geleden. Nee. <coughs> Super spannend, want het is wel een, een, een nou ja, iets wat ik nog nooit heb gedaan, maar dat is altijd. Heb je iets iemand... met, met boeven? Uh, nou, wel als, als je materiaal hebt waarin je uh, het publiek wel, er wel voor kan zorgen dat je hem altijd blijft begrijpen. Waarom hij de dingen doet die hij doet. Dat is wel heel belangrijk. De... Films zoals Carlitos Way, dat vind ik fantastisch. Dat, 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 die eindsequentie op het laten die wil ontsnappen, dan zit je echt alleen maar hoop je zo dat hij dat hij dat hij het red, terwijl hij ook hele slechte dingen doet. Dat vind ik altijd heel heel knap. Ja. En ik ga ook gewoon lekker verklappen dat wij ook aan iets werken, maar ik zeg ja. nog niet wat. Ja. Nee, <laughs> wordt, dat wordt echt super tof. Dat wordt. Uh, ik hoop zo dat dat uh, dat het echt gemaakt gaat worden. Dat ja. Is, uh... Ook uh, ook een een boef. Ja. Ah, geen boef. Een, nou, een, een, een penose jongen. Ja. 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 En meer zeggen we er niet over. Ja. Volgens mij staat het op internet, maar ja. Oh ja, goed. Ja. Um, even kijken. Uh, wat, ik, wat ik ook altijd aan, aan een gast wil vragen is: uh, wat is je beste anekdote? Je, een, 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 een pijnlijk verhaal, een, een geestig verhaal, een genante ervaring. Een genante ervaring. Wat is het eerste wat in je opkomt? Nee, dat heeft dan niks met films te maken. Maar dat, dat, nee, het gaat over jou, het gaat over Tim. Uh, het was op de middelbare school uh, en toen gingen we met. Uh, met de hele school gingen we naar Praag en uh, toen dronk ik nog wel, tenminste was ik een beetje aan het ontdekken. En dan had je natuurlijk een wodkaatje daar en uh, ik moet er nou vertellen. Maar uh, dat en en dat, lekker aan de wodkaatjes met met Jus en zo en uh, muziek in de in de hotellobby. Uh, uh, op de gang was dat met met mijn klasgenoten en zo <hijen> en toen kwamen de bewakers kwamen omhoog omdat het veel herrie maakte. En uh, toen hebben ze zelf een een wodkaatje aangeboden, maar dat dat vonden ze zo fijn dat ze het maar bleven, Ze hebben ze helemaal dronken gevoerd en uh, daar, zijn, daar zijn ook nog foto's van dat we echt met die bewakers zo omarmd en uh, en uh, de volgende dag uh, kwamen we erachter dat ze ontslagen zijn. Ach. Voor <laughs> ons dat is heel erg. Dat meen je? Niet. Ja, dat vind ik eigenlijk dat is echt heel erg. Maar manier. wel een wel mooie gasten. Ja, <laughs> we hebben de foto's nog en het is echt. Wanneer was het? Uh, Halverwege de jaren 90, Dus, dus uh, ik vind het verjaard. Goede tijd. <laughs> ja. tijd. Daar ben ik heel braaf gebleven. <laughs> Heb jij een, een hele strikte manier van, van leven? Een nieuwe lifestyle? Hè? We hadden ja. het net al over uh, dat je even hebt besloten om uh, te stoppen met drinken. Wat, wat heeft je dat doen besluit eigenlijk? Uh, nou ja, dat heeft toch te maken met uh, dat je geconfronteerd wordt met je eigen verval. Door uh, sarcoïdose, wat ik, wat ik uh, net vertelde. Dus dat, dat, wat, wat, dat je in één keer nou, jezelf van de binnenkant ziet. Uh, met foto's en dingen. En dat ik dacht: van, jeetje, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ik ben enorm aan het genieten met sigaretjes en, en uh, drank. en uh, alles wat ik nog steeds doe. Ja, nou ja, goed. <laughs> maar dat is voor iedereen anders. Hè? Maar als je dan geconfronteerd wordt en dat ik dan in één keer denk: ja, ik moet er nog een tijdje mee doen. Dus ik, misschien moet ik maar gewoon. Uh, 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 Stoppen. Maar dat moest ook van de, van de arts die zei: nou, voor mij kan je beter niet roken. Als je longfunctie uh, überhaupt af, uh, achteruit gaat. Dus daar ben ik toen mee gestopt. En daarna ben ik gestopt met drinken vanwege het medicijn. En dat je dan daardoor in één keer uh, erachter komt, hoe het is om zonder te, te leven. En dat is echt. Hè, die komt uit een soort bubbel, of zo, waar je dus al die tijd he, hebt ingezeten. Ook al drink je uh, maandag, dinsdag, woensdag niet uh, dat je dan. Dat je dan, als je dat een lange tijd niet doet, kom je echt landje weer op aarde. En uh, ik ben er misschien een beetje bijgelovig dat eigenlijk de afgelopen drie jaar, dat, dat zijn de beste drie jaar geweest uh, sinds, sind, nou, sinds, nou, sinds, sinds mijn achttiende, denk ik. Wauw. En dat is uh, dat wil ik eigenlijk wel even zo volhouden. Nou ja, ik, ik wil je even een compliment geven. Want uh, niet alleen uh, zie er gezond uit, maar je ziet er ook in shape uit gewoon. Hè? Oh, dankjewel. Ja. Ik, ik zag laatst uh, op social media ontzettende oh, heftige nee, nee, nee. foto's. Narcistisch. Uh, <laughs> ja, maar ja, kijk, weet je, als je het, als je het hebt, mag ja. je het tonen, vind ik. Ja. Dus uh, ja, uh, ik ga uh, het uh, niet uh, doen met mijn harige bierpens. Dus. <laughs> nou, maar, ja, maar je hebt ook gewoon het, 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 het lijf dat het er zo... Uh, het, het is er zo af, toch? Maar het valt me best wel mee. Het is toch... Uh, nou ja, mijn kledingsponsor heeft me een heel... Uh, Slim, slim giletje gegeven. Ah, okay. uh, maar ik ben wel weer net begonnen met sporten. Dus, ja. uh, en Ik heb eigenlijk... had uh, vijf... ja, de, de, de juiste bouw om... Uh... Ja, en ik heb 25 jaar getraind of zo. Dus weet ja. je wel, ik heb ook een muscle memory. Dus binnen twee weken lijkt het al heel wat. Maar het is het eigenlijk niet. <laughs> <laughs> gewoon opgepompt, weet je wel. Ja, het, is, ja, het is heerlijk. Je moet ja, ja, kijken hoe ver je gaat. Het kan ook verslaving zijn. Hè, dat je... ja, het het Adonis-complex noemen ze dat gewoon. Ja, ja. Je ja. dat Hmm, hmm, misschien hang ik er tegen aan. Maar het allerergste is, vind ik altijd als mensen uh, uh, gaan verwijten hoe anderen leven. Dus je tot, als iemand een. een nou, je mensen corrigeert. van zou je dat nou wel doen of zo? Dat heb je natuurlijk ook wel. Ja, begin je uh, nu ook op, op andere Nou, moeten. ik heb wel met mensen die roken. en zeker mijn beste vrienden. Ja. dan heb ik wel iets van. van uh, nou ja, ik ben nu al over de veertig of zo zeg ik dan. Misschien moet je nou gewoon wel uh, stoppen. Ja, ik word dus over een paar maanden veertig. Ja. december. En ik heb dus wel besloten om uh, niet te gaan roken. Ja, om te stoppen met roken. Ja, oh, ja sorry. Dat ja. Is dan, dat, dan is het echt. Uh, dan uh, dan krijg ik mijn halfway party. Ja. Dus. Uh, nou, dan nee, je bent vader ook. Hè? En ja, nou, is, ja, ik rook sowieso niet thuis. Hè. Nee. Niet. Waar mijn kind bij is, wordt gewoon niet gerookt. <laughs> nee, kom nou. Nee, nee, dat doen we sowieso niet. Nee. Maar het is de, de, de associatie met uh, een drankje. Ja, maar dat zit er allemaal in je kop. Ja, dat is het ook. Maar goed. We gaan er wat aan doen. Je moet ook niet te braaf worden. Je moet ook gewoon leven. Even kijken, is het ook een vorm van therapie? Door zo gezond te leven. Ben je ook naar binnen gegaan op die manier? het kopje. Nou ja, ik vind wel dat je. Je ziet dingen die je eerst niet uh, zag. Dit, dit wordt echt een heel braaf verhaal, hè, wat ik nu ga zeggen. Maar het is echt dat je dat ik nu kan genieten van dingen waarvan ik, nou ja, vier vijf jaar geleden dacht van doe even normaal, weet je wel? dat je gewoon uh, een, een, een lekker taartje ergens haalt bij bijvoorbeeld Kuit op de Utrechtstraat. Oh, wat een heerlijk drutig Tim. Ja. <laughs> en dat je die nou koopt en dat je die heel langzaam opeet en dat ik dan helemaal stoned kan worden, dat had ik nooit. Ik, 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 ik reed altijd voorbij, maar dat zijn dingen. Of, of uit eten gaan, gewoon met, met vrienden, gewoon in de lekkerste duurste restaurant en dan gewoon. Ja, daar heb je nu al dat geld voor over, natuurlijk. Ja, je ja. houdt heel ja. veel stuur. geld over en heel veel tijd hou je over. <laughs> en, en ik heb ook heel erg, als ik lekker door de stad fiets of ergens dat je dat ik. Als ik heel veel dingen ruik, of zie je dingen wil je ook niet ruiken. Maar ook wel de mooie dingen. Dat je helemaal. Je wordt helemaal gelukkig van hele kleine dingen die ik, daar waar ik soort, soort een soort, bubbel van had. De de alcoholbubbel die er omheen zat, die, die, die kaatte het weg of zo. Maar ik zie meer. En ik vind het heel fijn. Ja. Heb je, nu, Zai, hè? heb je Nou, Nou ja, kijk, wat ik me afvraag is: heb je niet af en toe enorm veel zin in een feestje? Hunker je nog wel eens naar een, een, een lekker glaasje? Uh, nou, heel soms. En, en, uh, en heel af en toe doe ik, doe ik dan wel een heel goed uh, glas rode wijn. En ik denk dan één, drie keer per jaar of zo. Nog een heel braaf verhaal. Maar dan één glas. Maar dan is hij ook fantastisch lekker. Mooi. Nou. Ja. Wow. <gif> ik hoop dat je volgende gast iets meer rock'n'roll is dan ik <gif> Maar ik heb wel enorm uh, feestjes gehad. En, en, en helemaal compleet wasted door wodka. En, en, uh, ja. en dat ik ja, dingen wel heb gedaan uh, waarvan ik denk... Nou, dat had ik beter... Voor de, we hadden het voor de uitzending even over. Maar we, 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 weet ik zo, 15 jaar geleden, na de première van Vet Hart... Ja, dat was voor, voor oh, de opname van Vet Hart. Voor de opname van ja. Vet ja. Hart. Dan weet ik nog dat we met een groepje mensen... Uh, Waarom de kas, Jansen, ja. uh, straalbezopen zijn geworden. Vind, ja. Ja. ja, daar zijn er foto's van en die wil je ook niet meer uh, En ik bezinnen. weet ook nog dat ik volgens mij enorm lam tegen jou aan heb staan lullen. En, uh, regisseur en ik vond het allemaal interessant en jij stond een beetje te draaien zo. <laughs> ik kan me nog wel herinneren. Ja, nou ja, dat is dan een van de minste genante verhalen. <laughs> je, je, je Heb je weten te handhaven toch door de jaren heen als maker in Nederland? Hè? Dat is niet makkelijk. Nee, het is een doggy-dog-world, uh, ook hier. Um, wat vind jij van het wereldje? Hoe, hoe vind je dat het zich in Nederland uh, heeft ontwikkeld? In vergelijking met bijvoorbeeld een Denemarken, een België, een, uh, Verenigd Koninkrijk. Nou ja, dan heb je de, de Scandinavische uh, landen, die zijn natuurlijk een enorm uh, king in, in mooie series maken. Uh, maar als je, als je vergelijkt van wat we nu maken, wat betreft series, in tien jaar geleden. Uh, er is een enorme ontwikkeling. De, de, het heeft wel echt speelfilmniveau. En wat ik wel heel fijn vind, wat je nu ziet, is dat door dat hele on-demand kijken, uh, dat de, de behoefte naar goede series, die is er. Ja, en mensen vreten het en vinden het fantastisch om, uh, om van karakters te houden en, 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 en langer met die karakters mee te kunnen gaan. Dus het lijkt wel of het zich verschuift, je, dat de, de mensen liever naar series kijken dan naar films het gaat nu niet heel goed met de Nederlandse film. Uh, maar dat heeft ook een beetje te maken met dat er te veel. Uh, nou ja, ik denk ja, de, van hetzelfde is gemaakt. En steeds goedkoper. En dat het publiek toch ook wel een beetje uh, dat ziet. Ik heb het over de romcoms. De vele romcoms die er gemaakt zijn. Ja. Na Alles is Liefde. Dat is een, die is fantastisch gelukt. En dat iedereen een soort Alles is Liefde wilde maken. En dat al ja, dat is eigenlijk een soort Love Actually. Uh, ja, maar wel goed gedaan. En, en, dat, en dat al die romkoms op elkaar lijken qua naam, qua strik, qua posters en dat mensen verzadigd zijn. Dat, is wel de, dat is inderdaad een beetje de kritiek die wordt geleverd ja. uh, op, uh, op de Nederlandse films. Inderdaad, dat je vaak dezelfde namen terugziet en, uh, ja, en, en, en hetzelfde dus, ja, genre film. Een beetje net... safe allemaal. En, ja. uh, ik vind het heel fijn als bijvoorbeeld een bankier van het Verzet heeft, uh, het heel goed gedaan. Ja. En, uh, een, een, een belangrijk verhaal. En, en dat je dan uh, toch ziet dat dat soort verhalen ook kunnen werken. Maar je ziet dus ook inderdaad dat vaak als, als er in Nederland een film wordt gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Eh, dat het op een of andere manier toch altijd wel goed is. Ja. Hè, kijk naar De Tweeling, eh, Zwartboek. Nou ja, ik heb er wel wat kritiek op, maar eh, de, de Suuskind. Eh, dat zijn toch kwalitatief heel eh, goede films van Nederlandse bodem. Nou, het vertelt iets over de geschiedenis en er is behoefte aan en... Eh, het is natuurlijk ook heel dankbaar gegeven. Het is ook wel conflict. Het is visueel. Uh... Ja, Martin Koolhoven die zei ja. ooit tegen mij wat echt een genreman is. En die ja. houdt enorm van het Western genre. Ja. Die zegt, maar de tweede... heeft hij gemaakt. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar. Ja. En, maar Martin zegt, uh, ja, de, de, de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse Western. Ja. Op een of ah, andere ja. manier hebben we dat hier zo gecultiveerd. Ja. Eh, en doen we daar zoveel mee. En het blijkt dus ook een onuitputtelijke bron van materiaal. Er zijn nog heel veel ver verhalen die nog niet verteld zijn. En dat. Uh... Nou, ik ik licht een beetje aan hoe je het doet, maar van mij mag het wel uh, nog even doorgaan. Maar daar, daarnaast moeten we ook nog gewoon hele fijne uh, thrillers maken. En bijvoorbeeld in Vlaanderen zijn, dat weer heel, zijn ze dat dus weer heel goed in. En vind, gaan mensen juist naar dat soort donkere films en zijn juist de luchtige komst die het weer minder doet. Vlamingen zijn ook wat zwaarmoediger. Ja, oké. Okay. Dat zijn <laughs> jouw woorden. <laughs> dus uh, ik vind dat het, dat het goed gaat, maar we moeten wel meer risico... Uh, durven te nemen en andere soort films uh, willen maken. En niet alleen maar op dat c van ja, van dat heeft het goed gedaan. En dan dat moeten we nu blijven doen. We zagen ook een keer. Maar dat is ook wel een beetje de Nederlandse ziekte. Dat zie je ook in de televisie terug. Ik bedoel, ja. uh, hoe vaak is. Uh als de politie-serie. En, ja, de, zoveel de politie-serie of het zoveelste talentenprogramma of de zoveelste ja, reality. Het dan zo lang goed gaan, op een gegeven moment gaat het niet goed. We zagen ook een tijdje de, vanaf Shoeshoef Habibi had je net niet zo paradijs Paradise. Ja, ook nog de, uh, Pizza Mafia en dat je ja, de serie hebt gedaan. Maar dat iedereen wilde het een multiculti en in één keer werkt het niet meer. Weet je, dat is dan, je moet het op een gegeven moment zijn mensen verzadigd. Dus je moet het goed verdelen en ook origineel. Uh, maar wat, zijn. Ik, wat ik dan grappig vind, als ze dan toch, als er dan toch een keer iemand doorheen glipt, hè? bijvoorbeeld uh, Jim met uh, Wolf. Mm -hmm. Heb je die gezien, Wolf? Uh, nee, die moet ik niet zien. Nee. Heb je die niet gezien? Nee, dat is een fucking goede film. Nou, dan zit ik op mijn lijst. Je heeft trouwens heel vaak van het, wij spreken elkaar best wel regelmatig, van die, van die lijstjes, dat we, dat we dat jij mij goede tips geeft en dan moet ik het andersom ook even doen. Ik geef even een even shout-out naar, naar Jim Tai Taihutu, Taihutu. ik weet ja. ik even niet precies Molukse naam. Maar uh, dat, dat, dat vond ik echt een on-Nederlands goede film. Het, het lijkt een beetje. Uh, het is ook een beetje gepikt van La N. Hè? Die heb je misschien wel gezien. Ja, van Kasovic. Ja, ja. Ook zwart-wit. Uh, ook in een uh, ghetto-achtig, maar dan Amsterdam-West uh, ja. setting. Uh, Marokkaanse jongens. Uh, maar ongelooflijk goed gedaan hoor. Uh, echt. Uh, en, en toen was ik wel even van, weet je, we hebben hier in Nederland zat talent rondlopen. Tuurlijk. Weet je, er zijn ook gasten zoals Jim die dit gewoon kunnen. Ja. We, we moeten die kans wel krijgen. Hè? Dus uh, ik wil ook een oproep doen dat we uh, ook wel eens een keer andere mensen met een ja. goed idee en een goed verhaal. Rabat heb ik wel uh, gezien. En die, uh, Redbat? Rabat? Oh, Rabat. Ja, ja. ja die vond ik fantastisch. Ja. Is dat, uh, die is een beetje in dezelfde tijd toen ik pizza en maffia maakte. toen dus waren zij bezig met uh, Rabat. En toen. Uh, Kleine film met een fotocamera gemaakt en toen zag ik was ik echt mond viel open. Uh, goed geacteerd en een fijne road movie. En, uh, nee, ik kan het alleen beamen. Ja, absoluut. Um, wat gaan we van jou nog in de toekomst uh, uh, zien? Eh, we schenken trouwens even een denkbeeldig uh, biertje. In de toekomst, wat, uh, wat komt er allemaal aan? Nou ja, ik ben nu natuurlijk bezig met Stanley H. Dat ga ik in oktober draaien. In april volgend jaar gaan we een nieuw seizoen doen van het geheime dagboek van Henk Groen. Dus het is ook een tweede boek. Dus dat uh, is uh, Martin van Waardenberg is dat nu uh, aan het schrijven. De scenario's voor uh, dit, dit seizoen. En daar heb ik heel veel zin in. Het was uh, het eerste seizoen ja. fantastisch om, om te maken met Kees Hulst en uh, André van Duin. En uh, heel veel andere leuke acteurs. Uh, Olga Zuidhoek zit helaas niet in, want haar karakter is, uh, als je seizoen 1 nog niet hebt gezien, even oren dicht, is overleden. Um, <laughs> Dus dat, uh, dat, ga, dat ga ik doen. En voor de rest ben ik heel veel leuke andere series aan het ontwikkelen. Speelfilms ook. Uh, maar dat is altijd een beetje afwachten. Hè? Maar het, tot nu toe ben ik dit jaar en volgend jaar zit ik, uh, zit ik, zit ik goed. En heel veel plannen. En, uh, uh, maar je bent ook een beetje afhankelijk van financiering. Ja. Maar dromen moest je altijd, toch? Dat, uh, ja, maar maar een, een mooie grote film. Uh, die krijgen we die nog van je een keertje? Zeker. Ja, absoluut. Ja, nee, maar dat, we, de noodzaak is wat uh, minder groot voor mij om. Uh, wat? Nou ja, nee, uh, om, om zomaar een bioscoopfilm te maken. Uh, Want ik heb er nu vijf uh, bioscoopfilms gemaakt dan. En elke keer was het toch, je, als je jong bent. Ik mag weer een film maken, maar op een gegeven moment dan is die film af en dan denk je, wat heb ik nu eigenlijk gemaakt? Dus, en, mm -hmm. en ik weet ook hoe het is van. van als, een film is echt van jou. Dus dat is dat uh, serie ook, maar dat is wat het is wat vluchtiger. En dus de noodzaak moet echt daar zijn. Wil ik dan weer mijn tanden erin zetten. En er zijn een paar projecten uh, waarvan ik denk: Nou, dat is, dat is echt het waard om daar weer om drie jaar van mijn leven in te stoppen. Want dat is vaak in realiteit. Is ja, ja, ja. En, en uh, dat, moet, dat moet gewoon kloppen. Het moet een belangrijk verhaal zijn. Uh, en en uh, nou ja en dat je denkt van nee, en een kans van slagen dat je denkt van dat wil, wil het publiek ook zien ja dus dat uh, ja maar dat heeft gewoon ook met ouder te maken hè. toch je, je, je denkt anders als je, als je tegen de veertig aanloopt toch dan, dan dat je dan twintig bent dan heb je dan, dan, dan doe je maar dan doe je het en, en nu uh, heb je de klappen, uh, heb je heb je leren kennen dus dat is het is toch, toch anders dus, uh, je, je bent nog niet eens veertig Tim ja, nou ja. Ik ben er niet eens 40. <laughs> Jongen, wat man, dat dicht. heb je allemaal gemaakt. Ja. Hey. ja. Nou, ik, ik vind dat je nog wel een, een, sowieso een handjevol speel, speelfilms tussen de series door mag maken. Ja. <laughs> maar daar ja, zijn op zijn. Ja, ja hey, maar de, de, de vraag die je natuurlijk iedereen een keer aan jou wil stellen is: zit Amerika er niet voor je in ooit? Ja. Of zijn, uh, er, zijn er wel eens aanbiedingen over geweest? Nou, niet zozeer, nee, niet, niet aanbiedingen, maar het is, het is meer dat ik, en dat zeg ik elke keer, en op een gegeven moment moet ik die stap natuurlijk wel maken, maar uh, ik wil meer van mezelf kunnen laten zien. Van dit kan ik allemaal, en ik vind dat ik nu wel. Het is natuurlijk prachtig om voor het Nederlands publiek te maken, maar ja. het is natuurlijk wel ja, het juist op de het, reed het, van de nodige. Het loont wel. En, en mijn allerbeste vriend Rolf Dekens, cameraman die uh, is daar ook al nu al uh, aan, het, aan het kijken en uh, hij gaat heel goed als, als cameraman daar, doet allerlei internationale projecten en uh, hij komt ook met heel veel leuke verhalen terug. En het longt voor mij wel, uh, maar ik zou niet zomaar mijn koffers pakken en, en, en er naartoe gaan. Dus het is, het is wel dat als je... Het de, moet vandaar, de aanbieding moet, moet hier komen. Uh, nou ja, ja of je, je, kan, je kan natuurlijk een project maken hier wat enorm uh, gaat opvallen en dat je dat daar kan laten zien. Uh, maar de zaak was voor mij een soort eerste stap. Wat ook internationale prijzen en zo. Dat je op een gegeven moment kan zeggen. Je hebt werkelijk uh, alles gewonnen met die serie. Ja, dat, dat ging wel heel goed. Je ja, hebt behalve die Emmy. <laughs> dat, uh, ja. Maar ja, je moet kunnen. Maar willen we willen natuurlijk noemen. ook die, die Oscar een keer, of niet? Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> ik heb, ik heb Als kind heb ik een, een plastic Oscar gekregen. En die staat bij mij uh, gewoon thuis naast mijn Gouden Kalf. Totdat het de, de echte er staat. Ja, dus dat. Uh, ja, wie weet. Uh, maar ja. Het, 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 het dromen is altijd de reden dat je elke dag wakker wil worden, toch? Dat, dat, je moet ja. niet denken van uh, nu heb je alles. Uh, je, je moet plannen durven te maken en dat is, dat is de reden uh, waarom je opstaat. Ja, dromen. Ja. Mooi. Ik vind het een mooie afsluiter. Hey, ik heb nog een uh, kleine verrassing voor je. Oh. En uh, dat is een filmpje. Een wat filmpje. Ik, wat ik nu net uh, in mijn telefoon heb gekregen. Het is net binnen. Ja, het is net binnen. Heel gek. Even kijken hoor. Ja. Uh, ik kom er gewoon even bij staan. En dan uh, maken we even gebruik van uh, jouw microfoon. Even kijken. Hi. Hey. Beste Tim. Tim Oliehoek, de beste regisseur van uh, Nederland. Mm. Uh, hier Cas uh, Jansen, de beste acteur van Nederland. Kijk. Uh, leuk dat je in de uitzending zit bij Maxi. En uh, bij allen, vriend van de show, vriend van Max, uh, vriend van Tim, vriend van Kas. Ik heb een paar vragen, dilemma's voor je. Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. De eerste vraag is: wat zou je nu, bijna 15 jaar na je eerste film, anders hebben gedaan in je carrière als regisseur? Oeh, dat is moeilijk. Ja, dat is een moeilijke, Tim. Anders hebben gedaan. Uh, ja, ik vind dat het moeilijk omdat ik, ik vind niet bijvoorbeeld uit Spion van Oranje dat was, dat was natuurlijk wel het, het deukje voor mij. Uh, maar ik heb er geen spijt van. Want ik heb daardoor weer heel veel dingen uh, geleerd. En uh, zo'n pijnlijke ervaring neem je wel mee. Uh, maar ik zou, ik zou nooit meer zo'n soort film maken. Uh, in ieder geval niet met die, die tools in, in dat scenario. Dus als we het even konden rewinden, dan ging daar een streep doorheen. Ja, ja, ja. Ah, volgende ja. vraag van Kas. Ik heb er nog eentje: drank of drugs? <laughs> Wat is dat nou voor een vraag? Heb je hey, drie Nee, uh, nou ja, dranken heb ik allemaal uh, wel, wel, wel gedaan. Ik heb nog nooit drugs gebruikt. Echt niet? Nee, nog nooit. Echt niet. Nog geen jointje? Nou, misschien wel, ja, ooit een trekje of zo, maar dan moest ik alleen maar heel erg van hoesten. Uh, nou ja, misschien ooit wil ik wel eens een keertje proberen hoe het is om een. Uh... Ecstasy, een uh, uh, dingetje. Want ik hoor wel heel veel vrienden hele goede verhalen. Maar dan ja, de andere kant, ja, waarom zou je het doen? Ja, ja neem maar een halfje. Een halfje? Oh. Heeft, iemand heeft iemand mooi <stelling> verteld. De volgende vraag. Next one. Een Hollywoodfilm draaien met Rutger Hauer of met Rolf Dekens? <laughs> nou, nee, zeker met Rolf Dekens. <laughs> ja, dat is mijn allergrootste droom. Om met Rolf Dekens een Hollywoodfilm te maken, ja hebben de volgende anders. Nog leuker. Kassiansen of Kurt Rogiers. Oeh. 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 Kijk, die lachen ook van hem. <laughs> jong Jeetje, dat vind ik wel heel moeilijk. Ja, Kurt had ik wel echt een hele bijzondere band mee met uh, dat was ook, uh, over vet hard. Ik had wel over vet hard, oude koeien. Uh, maar wij ik, ik woonde in Den Haag en we, we draaiden heel veel in Amsterdam. En we hadden uh, altijd hetzelfde hotel. Dus we hadden s'avonds altijd Echt gewoon hele fijne momenten. Ik heb heel veel uh, nou ja, gedeeld waarmee ik zat. En, en, en dat was een hele fijne tijd. Dus daar ben ik heel close met, 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 met Kurt. Maar, en, en met Kast heb ik al uh, Wiplala ook weer gedaan. Uh, ja. na, na, na vet hard. Dus misschien is eerst Kurt uh, aan de beurt om vervolgens weer met Kast te kunnen werken. Oké, afwijzing. Oké, laatste als laatste. Lieve Tim, uh, namens Max. En namens Brouwerijt IJ willen we jou graag uh, als dank voor je bijdrage aan deze hele fijne uitzending een etentje aanbieden bij mijn uh, nieuwe restaurant oh, Miss Moneypenny, Moneypenny in de ja. Amsterdamse Spruistraat. Uh, dankjewel dat je hier was. Namens Max, namens mij en vooral Brouwerijt ei. Je mag alles bestellen wat je wil. Oh. Tot snel hè. Oh, dat vind ik wel een leuk cadeau. Ja. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Hey, normaal, uh... Normaal, Tim, uh, geven we onze gasten een, een, een lekker pakketje bier mee. Of een hele goede fles wijn. Dat is bij. een dilemma in deze show, toch? Dus we, we zaten een beetje met uh, de handen in het haar. Maar ja. uh, uh, Patrick Hendricks van uh, Brouwerij Het Ei wilde jou dat uh, etentje aanbieden. Wat lief. Uh, en uh, nou, dat hebben we natuurlijk gedaan samen met Cas. Ja. Uh, want Cas uh, Jansen is een uh, goede vriend van de show. En die zal hier ook. Waar komen aanschuiven als uh, medepresentator en uh, culinair expert. Ja. Drank en eten vliegt hij aan. Dus uh, bij deze, hij kon er vandaag of niet bij zijn omdat hij een uh, verplichting had met uh, de kids. Ja. Anders had hij er ook gewoon blij gezeten en had hij de kast hier met uh, een lekker etentje. Ik ben heel benieuwd, ik zou sowieso nog uh, komen kijken bij Miss Money Penny. Ja, goeie naam ook. En Nu krijg je er ook nog gratis een maaltijd. Nou ja, maar ik heb, net, ik heb gezegd dat dat mijn, mijn hobby is: uit eten. Dus dat. Uh... Dat vind ik heel fijn, ik ben ook blij mee. Ja. Hey Tim, uh, helemaal te gek dat je hier uh, te gast bent geweest. Ja. Ik vond het een eer. Uh, ik ook. Ik en, uh, uh, hoop je nog uh, veel vaker uh, te zien. Ja, dat gaan we uh, ook doen, toch? Uh, buiten de uitzending om en buiten allerlei werkzaamheden om. Ja. Uh, nou, misschien wel bij Miss Moneypenny. Lijkt me een goed idee. Kom maar eens bij zitten. Tim je dankjewel. Leuk, Max. Oh.